goedemorgen vandaag. Ik ben lekker pannenkoekjes aan het bakken. Heel simpel, beetje meel, beetje haverdrink, een eitje erdoor en bakken maar. Super lekker. Hoe hectisch zijn mijn ochtenden? Ja, het valt op zich wel mee, maar met twee kinderen denk ik dat het altijd wel een beetje hectisch is. Want die worden precies wakker wanneer zij wakker willen worden. En dat is eigenlijk altijd net iets te vroeg voor wat je zelf misschien zou willen. Ochtendroutine proberen we wel te hebben, maar heel eerlijk gezegd lukt het niet altijd. Maar we staan op eigenlijk wanneer Moos wakker wordt en Jeppe laten we dan lekker liggen. Dat betekent dat Siep en ik eerst lekker samen een bakje koffie doen met Moos die hier ergens rondkruipt. En Jeppe die wordt wakker wanneer hij wakker wordt en dan kruipen we met z'n allen lekker aan de ontbijttafel. Jeppie, wat eten we vandaag? Wat eten we? Pannenkoeken. Oh, ja! Verrassing! Is het lekker, Jeppie? Mm-hmm. Ja? Volgens mij is missie geslaagd. Moosje, wil je ook een pannenkoekje? Wil jij een stukje pannenkoek? Ja? Hij zei volgens mij, hè? Nee, dubbele espresso. 4 dubbele espresso. Smoothie bowl. Nee, ijskoffie sowieso. Ik vind die groene thee ziet een beetje eng uit. En ijskoffie, dan het liefst zo'n espresso. Dan een beetje ijsblokjes. Een bolletje van die Alpro karamel almond ijs. En dan slagroom eroverheen. Dat is geen keus. Dit is zeg maar, dit hoort allebei bij elkaar. De een versterkt het ander gewoon. Pancakes, fruit, chocola. Zo, nou, dat was een geslaagd ontbijt. Maar ja, iemand moet het opruimen, hè? Normaal laat ik ze allemaal wel wat doen eigenlijk. Maar nu jullie er zijn, laat ik me even van mijn beste kant zien. En doe ik het even. Maar normaal niet hoor. Ik ben niet zo opgeruimd. Siep, ja. Koffie? Ja, hoe zorg ik voor balans in mijn eten? Ik vind het heel belangrijk dat je gewoon van alles wat binnenkrijgt. Dus van goede vetten, suikers, maar gewoon van alles niet te veel. Dus gewoon zorgen dat je eten echt letterlijk in balans is. Door gewoon de ene keer wat gezonder en bewuste keuze te maken. De andere keer dan gewoon eventjes lekker te snoepen. Kijk, als je gaat ontbijten ga je sowieso suikers binnenkrijgen. Maar als je daarin nou kiest bijvoorbeeld voor een product zonder suikers, dan hou je die suikers in ieder geval in de ochtend erg laag. En dan kun je het gedurende de dag natuurlijk met iets anders weer uitbreiden. Dus daarom kies ik ook wel vaak voor no sugar bij het ontbijt. Nee, eten. Sowieso eten. Ik maak me sowieso vaak pas op richting een uurtje of 2, 3 als ik er tijd voor heb. Dan nooit meer ontbijt. Dan kan ik super lang uitslapen en dan eet ik gewoon 's avonds heel veel. Hé, hallo. Oké, dan nooit meer smoothie, want ik moet sowieso koffie in de ochtend. En later ook nog een paar bakjes. Ja, dan ga ik toch voor de coconut. Want als je dat zeg maar over je koffie doet, zet eerst een hele goede espresso en dan dat lekkere kokos eroverheen. Dan krijg je toch een beetje dat vakantiegevoel, maar dan gewoon in je koffie. Dat is echt lekker. Ja, daar ga ik voor. Nou jongens, dat was gezellig. Nog een hele goede morgen vandaag. Doei doei!